zat in dat tijd in een stichting Stadsbomen. En tijdens een van de vergaderingen kwam naar voren toe dat er bij de Beukenlaan in Tongeren risicovolle dingen voor de bomen zouden gebeuren. En toen zijn we daar met een klein comité met Peter Halman naartoe gegaan. En eigenlijk de eerste blik was al meteen van ja, als je zo rondom die bomen werkzaamheden uitvoert en ook een hele woonwijk die er eigenlijk net iets te dichtbij is gezet, dan weet je dat die bomen lastig te handhaven zijn. En waren er een aantal actieve bewoners van Tongeren, waaronder Alfred van Kempen, John van Soerland, die het eigenlijk heel goed oppikte. Toen werden we later nog eens gevraagd om bij de presentatie te zijn van het behoud van de Beukenlaan. Dus dat was toen de werkgroep De Beuk erin. Die heeft toen gezien de wind ook van vandaag een stormachtig begin gemaakt. En de wijze waarop ze het aanpakten, hadden we als Stichting Stadsbomen al zoiets van nou, dat komt wel goed daar. Daar hoeven we onze expertise niet in volle glorie mee te delen. Die vinden dat vanzelf wel. En wel om er nog extra kracht bij te zetten, zijn we een tijdje later nog met de Landelijke Bomenstichting. Die hadden toen een vergadering in Eindhoven. De commissie Bomenschouw, die dan over monumentale bomen in het algemeen 2 keer per jaar vergaderde. En er was dan altijd nog een werkbezoek aan gepland. En dat hebben we toen hier naar de Beukenlaan toe gedaan. En toen was er inderdaad ook nog een krantenartikel, wat vermoedelijk ook naar het ambtelijk gezag wel wat invloed had van hey, we moeten hier toch echt wel een luisterend oor richting Tongeren gaan leggen. Voor de meeste mensen is het Waswen een mooi wandelgebied, een mooi stukje natuur. En dat is voor mij ook. En een stukje natuur met mooie herinneringen ook, want als klein jongetje heb ik daar al beukennootjes gezocht. Als archivaris is voor mij het Waswen ook een gebiedje met een hele rijke historie. En dat kun je zo niet zien, dat moet je gewoon weten. De boerderij staat er, maar die is nieuw, maar die staat toch op een plaats waar al eeuwenlang een boerderij gestaan heeft. Het hele gebiedje is een heel rijk aan geschiedenis. Deels is dat onder de grond nog terug te vinden. Onze stadsarcheoloog Nico Arts heeft een paar jaar geleden opgravingen gedaan naar de funderingen van het kasteel. En die bleken inderdaad nog in de grond te zitten. De vraag kwam van hier of ik eens met een graafmachine kon komen kijken of het waar was dat er hier echt een kasteeltje gestaan zou hebben. En we wisten uit historische bronnen, heb ik later gezien dat het eigenlijk helemaal geen kasteel was. Het was gewoon een soort villa uit de 19e eeuw. En ik was toen net bezig een archeologische kaart van Eindhoven te maken. En dat was natuurlijk wel interessant om te kijken wat er nou precies in de grond zat. En we hebben toen voor elkaar gekregen dat de organisatie hier een graafmachine leverde. En we hebben toen eerst een sleuf gegraven, dat was in 2002 geloof ik. Dat is 20 jaar geleden dus, dat was meteen al in het begin. En later zijn we een keer teruggekomen en toen hebben we het hele alle funderingen blootgelegd. En we hebben toen geconstateerd dat er inderdaad zo'n gebouw gestaan heeft. En het levert ook een verhaal op en dat verhaal staat hier ook op een klein informatiebordje. En het maakt deze plek interessanter, denk ik. En het wordt geconserveerd in de grond, want dat is het nationale beleid ook in Nederland al heel lang. Graaf het niet op, maar laat het in de grond zitten, zodat in de toekomst archeologen met meer kennis meer informatie uit de grond kunnen halen. Het gebiedje van Tongeren, waarvan de geschiedenis toch, zoals we nu weten, tot de middeleeuwen teruggaat. En steeds bewoond is geweest ook al die tijd. En in 1846 wordt het huis verkocht met die boerderij erbij en dan wordt het een kasteel genoemd. Dat is de eerste keer dat we horen van een kasteel. Niet zo'n heel groot kasteel, klein kasteel, maar toch hè, het mooiste huis van heel Tongeren. Dat kasteel werd toen gekocht door jonkheer Smits van Eckhart. Van Eckhart van hier vlakbij, van Eckhartdal. Daar had zijn familie ook dat kasteel daar. En die Smits van Eckhart die heeft dat kasteeltje afgebroken in 1872 en toen heeft hij daar een nieuw kasteel neergezet. Nou, daar is hij gaan wonen met zijn vrouw en met zijn kinderen.
En hij is overleden uiteindelijk, zijn vrouw is er blijven wonen. Later ging de vrouw ook dood. En toen hebben ze kinderen die boerderij verkocht in 1920 aan Philips. Deukelaartje dat niet zo oud, dat hij het niet uit de middeleeuwen, maar het is wel oud in elk geval. Het staat al op de knasterkaart van 1832, maar dan staan er nog geen beuken bij. Dan zijn er, die beuken toen er al stonden, althans, of dat die later pas gekomen zijn, dat is niet helder helemaal. Ik vermoed zelf dat die beuken pas gekomen zijn toen het nieuwe kasteeltje gebouwd is. Maar voor die tijd staat de weg al wel aangegeven als een uitweg, dat wil zeggen als de weg die van het terrein dat bij de boerderij hoort afkomt en naar de grote weg toe loopt, naar de Koudenhoofse weg dus.